Goedendag, dames en heren, beste kijkers. Als ervaren ZZP'ers in de verpleging hebben Nadine en Danielle elkaar gevonden in de oprichting of in samenwerkingsverband met betrekking dus tot de verzorging van de iets wat oudere mens. Gestart op 1 januari 2020 in een periode van voorbereiding. Dames, hartelijk welkom in onze uitzending. En we beginnen met Nadine. Ja, Nadine, op welke wijze hebben jullie de eerste contacten gelegd? Contact met Danielle en mij is eigenlijk ontstaan door het samenwerken in de thuiszorg. Mm-hmm. Wij hebben elkaar daarin ontmoet. En toen hebben wij eigenlijk een vriendschap gekregen. We hebben bij een aantal teams samengewerkt. Dat verliep eigenlijk heel soepel en vanzelf eigenlijk. Toen hebben wij een vriendschap gekregen. Hebben we vaak gesport, gebrainstormd. En zo hebben we elkaar in het hart gesloten. Ja. Vervolgens is er een idee ontstaan voor op een gegeven moment op welke wijze dan ook in samenwerking te gaan zitten. Hoe is dat idee ontstaan? Dat idee is eigenlijk ontstaan omdat we een aantal uren per dag in de thuiszorg werken. Je komt in de ochtend een uurtje, in de avond een uurtje. En je vraagt eigenlijk aan de cliënt van, hoe was je dag? Wat heb je gedaan? Ja, daar krijg je eigenlijk als antwoord op. Ik heb eigenlijk alleen maar voor me uit zitten te kijken en gewacht totdat je weer kwam. En de mensen claimen je en denken van, ik ben eigenlijk eenzaam. En toen hebben we eigenlijk een aantal keer gespart met elkaar. En toen dachten we van, wat kunnen we nou doen naast de thuiszorg om de mensen een leuke dag te bieden? En toen dachten we van, laten we de stoute schoenen aantrekken en gaan we op zoek naar een pand. En zo zijn we hier terecht gekomen. Ja, nou, ik vind het een bijzondere stap. Hè? Danielle, de keuze is gevallen op deze zichtlocatie. Ja. Biedt buiten het feit dus dat het gebouw nogal in de kijker staat, biedt het nog meerdere voordelen? We zijn hier terecht gekomen via de makelaar. Die had ons daar goed bij geholpen. We hebben bewust voor dit gebouw gekozen omdat het heet Zorglabs en Workspace. Het is een zorgdomein, of in ieder geval de verhuurder heeft voor ogen dat hier bedrijven in komen te zitten wat alleen maar zorggerelateerd zijn. Aha, of met welzijn. Ja, ja. Wat voor ons deze locatie doorslaggevend was, is omdat het rolstoel toegankelijk is. Het is er zitten geen drempels in. Je kunt makkelijk in en uitlopen. We hebben meerdere in- en uitgangen. We beschikken over meerdere toiletten, waaronder ook één invalide toilet. Het is gewoon van buiten, valt het direct op, want het is een groot gebouw. Ja. En iedereen weet eigenlijk het te vinden. Als je zegt van, goh, we zitten in het Medipoint gebouw, dan zeggen ze al automatisch, oh ja, maar dan zit je bij Hanse Voetkeer. Ja, dat klopt, we zitten bij Hanse Voetkeer. Okay. Dit is een zakelijke stap. Ja. Hè? Maar jullie hadden geen betere datum kunnen kiezen als 1 januari 2020, want 2 maanden later komt corona om de hoek kijken. Ja. Hebben jullie daar nog problemen van ondervonden? Ja, wij zijn een aantal weken dicht moeten gaan. En we hebben toch altijd contact gehouden met de GGD, wat te doen. En toen we eindelijk weer van start mochten gaan, je merkte toch dat de gasten die hier al op de dagbesteding kwamen, dat ze ons toch misten en de dagactiviteiten misten. We hebben tijdens de corona wel contact gehouden. We zijn ook bij de mensen op bezoek thuis gegaan. We hebben gekeken van, kunnen we een boodschap voor u doen? Kunnen we een spelletje met u doen? En nu mogen we eindelijk weer beginnen sinds een aantal weken. En je merkt toch dat de eenzaamheid weer langzaam een beetje verdwijnt bij de mensen. Omdat ze gewoon weer mogen komen en een structuur hebben in de dag. Ja, nou zou ik me goed kunnen voorstellen, zoals gezegd, 1 januari zijn jullie begonnen. Jullie zijn een bepaalde financiële verplichting aangegaan, neem ik aan. Ja. Ook in die coronatijd, hoe heb je een en ander kunnen opvangen? Nou, we hebben eigenlijk met de verhuurder eigenlijk aan tafel gezeten om te kijken van, wat kun je voor ons betekenen en hoe kunnen we het oplossen eigenlijk. En daar heeft hij ons eigenlijk heel erg goed in gesteund, moet ik zeggen. Zeg, in jullie brochure staat, bij Civitas mag je zijn wie je bent. Ja, dat klopt. Moet je mij eens vertellen wat je daar precies mee bedoelt? Ja,
Wat we bedoelen is dat iedereen gewoon gelijk is. Ieder mag zijn hoe die is. We pakken iemand met zijn onhebbelijkheden of goede eigenschappen. Dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat je een leuke, gezellige dag hebt in een ongedwongen sfeer. Met een leuke groep mensen. En dat je, als je naar huis gaat, dat je denkt, ja, dat heeft me nou echt wat gebracht. Ja. Ik heb een hele leuke dag gehad. Ja, ik neem aan dus dat de mensen zich daar ook over uiten. En ja. Jullie... mogelijk dus complimenten geven van de manier waarop een en ander wordt aangepakt. Ja. Ja? Ja. Nadine, jullie hebben uiteraard contacten met de iets wat oudere mens. Jullie zijn min of meer belangenbehartiger. Hebben jullie contact ook met de thuisfront van jullie gasten? Dat vinden we eigenlijk heel belangrijk, om het contact te hebben met familie en mantelzorgers. Omdat we toch vinden, de lijnen moeten kort blijven en we vinden het ook belangrijk. Ja, kom gerust gewoon mee, kom een kopje koffie drinken, kom kijken wat we zo allemaal doen. Mm-hmm. Om het contact te verbeteren. Want ja, ik vind het ook belangrijk straks als mijn moeder naar een dagbesteding gaat of een verzorgingshuis of dergelijke. Ja, dat ik toch weet van waar is ze terecht, wat doen ze daar. En ja, dat vinden wij heel belangrijk. Ook als ze vragen hebben over een bepaald ziektebeeld of een bepaalde aanvraag. Ja, die kunnen ze altijd bij ons stellen en we proberen altijd ze te helpen. Ja. Iets dieper ingaan op jullie doelgroepen. Zijn dat alleen de ouderen of ook de jongeren? Ja, we hebben eigenlijk alle gekozen voor een gecombineerde groep. Zowel jongeren als ouderen. We vinden het belangrijk dat de mensen elkaar aanvullen. Civitas staat eigenlijk voor gemeenschap. Iedereen is welkom, elk individu. De mensen zijn vanaf 18 plus tot... 80, 90 jaar. Dus iedere groep is eigenlijk welkom? Ja, iedereen is eigenlijk welkom bij ons. Mm-hmm. En de mensen komen met een hulpvraag en die proberen we eigenlijk te beantwoorden. We vinden het ook belangrijk om niet de mensen in hokjes te plaatsen. Iedereen met verschillende beperkingen zijn hier ook welkom. We zijn daar wil ik even op inhaken, Nadine. Ik neem aan dus dat... laat ik het een minder leuke woord aanpak, is heel iets anders voor iemand die ouder is dan iemand van een jaar of 20. Ja. Is die differentiatie, dat verschil, is dat in aanpak, is dat bij jullie aanwezig? Ja, dat is aanwezig en we merken eigenlijk dat het goed verloopt. Want je ziet, als je alleen maar jongeren, is een voorbeeld, als je alleen maar jongeren bij elkaar zet, dat gaat heel erg concurreren met elkaar. Je krijgt gedragsproblematiek. En de een wil altijd beter zijn als de ander. En als je jongeren tussen de ouderen zet, ja, de ouderen zijn rustiger, hebben toch de normen en waardes, ook een beetje van vroeger nog. En als de ouderen, die kunnen de jongeren dat toch wat mee op weg geven. Ja, geduld bewaren, rustig, hoe ga je dingen aanpakken. En je ziet ook dat de jongeren, die kunnen de ouderen ook wat leren. Ja, de maatschappij wordt steeds verfrissend en vernieuwd. Computers, telefoons, alles gaat heel vaak digitaal op dit moment. En je ziet de jongeren, die leren dat zo. En je merkt toch dat het elkaar aanvult. Zeg, nog iets dieper op deze materie in te gaan. Hoe ziet zo'n dagindeling uit en welke activiteiten worden rondom die jullie gasten worden ondernomen? Ja, we vinden het eigenlijk belangrijk om een intakegesprek te voeren met de mensen. Om ook te kijken van wat zijn je wensen en behoeftes en wat is je hulpvraag. Dat houden we eigenlijk altijd bij met een lijst. En we proberen dan eigenlijk ook de mensen te koppelen aan behoeftes en wensen. En wij zijn eigenlijk een dagbesteding, wij bieden activiteiten eigenlijk gericht op wens. En zo'n dagindeling ziet er eigenlijk als volgt uit. We halen de mensen op. Rond de klok van 10. Dan starten we op met koffie en met thee of wat fris, wat eigenlijk de gast wilt hebben. Dan bieden we altijd een stukje fruit aan, want we vinden dat stukje fruit, de extra vitamines, ook nou met corona heel erg belangrijk. Fruit wordt heel vaak toch vergeten en wij bieden dat dan aan. Daarna gaat Danielle, die gaat dan koken met mensen die dat leuk vinden. En ik trek me dan terug met een groepje en ik bied dan eigenlijk een sportactiviteit aan. Het is eigenlijk heel laagdrempelig. We zitten. Voor degene die kan staan, die kan staan. Voor degene die in een rolstoel zit, die kan ook uiteraard meedoen. En
Vervolgens dan vertellen we nog wat gezellig aan de tafel. Ondertussen heeft Danielle al de tafel gedekt. En dan eten we eigenlijk gezamenlijk een driegangenmenu. We beginnen dan met een soep vooraf. Ja. Soep is ook heel belangrijk voor het vochtgehalte. Er zitten ook heel veel groentes natuurlijk in. Ook weer goed voor de vitamines. Daarna eten we een hoofdgerecht. En achteraf dan een nagerecht. Zeg, en bij de bereiding van het eten, worden daar de mensen bij betrokken? Ja, het is, ieder mag het zelf weten. We hebben een aantal mensen die vinden het heel leuk om te koken. Ook heel leuk om mee te denken. Of om aan te geven van, goh, ik at dit vroeger thuis. Kunnen we dat eens een keer maken? Ja, tuurlijk, dat kunnen we maken. Neem het recept mee, dan gaan we kijken wat we daarmee mee kunnen. Zo. En eigenlijk door het bereiden, ja, dat bindt ook weer mensen. We doen samen schillen, we doen samen de groenten verzorgen, we gaan samen koken. Dus het is eigenlijk een hele leuke activiteit. Ja, maar ik zou me goed kunnen voorstellen, zeker met name bij de oudere gasten van jullie, dat daar nog ook wat problemen zijn in de huiselijke sfeer of geestelijk of wat ook. Is dat ook bespreekbaar bij jullie twee? Ja. Ja? Mensen, het feedback wat wij terugkrijgen van onze gasten, we wisten dat interview eraan zat te komen. Dus we hebben natuurlijk overleg gehad, ook met de gasten, van ja, wat vinden jullie nou eigenlijk zo leuk om hier te komen? En wat onderscheidt ons eigenlijk van andere dagbestedingen? En we kregen eigenlijk terug van, ja, jullie zijn betrokken en jullie hebben altijd een luisterend oor voor ons, denken met ons mee. Ook buiten om Civitas kunnen we jullie bereiken met vragen. En de aandacht is er gewoon. Zeg, een ander punt is, de gasten kunnen gebruik maken van het georganiseerde vervoer. Ja. Hoe pakken jullie dit aan? Ja, wij doen mensen met onze eigen auto's ophalen en thuisbrengen. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat we niet gelijk met zo'n heel groot busje bij iemand voor de deur willen staan. Men vindt het ook prettiger, want dan is meteen, ja, de buur denkt dan niet van, oh ja, mijn buurvrouw die zit achter het raam te kijken, want ik word alweer opgehaald. Nou is het net alsof je een uitstapje gaat maken. Ja, ja, er zijn mensen die er wat problemen mee hebben, ja, voor te erkennen dus dat ze van een dagbesteding, ja, gebruik, ja, maken. Daar vandaan dus dat jullie ook met, ja, een neutraal busje komen. De maatschappij ontwikkelt zich. Mm-hmm. En jullie ontwikkelen zich mee. Ja. Op welke wijze gaat dat in zijn werk? Ja, wat we eigenlijk proberen is, we proberen zoveel mogelijk samen te werken met alle organisaties in ons gebouw, maar ook buiten ons gebouw. Door heel veel te vergaderen eigenlijk, met maatschappelijk werkers in contact te treden, met huisartsen in contact te treden, maak je eigenlijk je netwerk heel groot. Maar word je ook up-to-date gehouden van alle zaken wat in de overheid of in de gemeente spelen. En wat wij qua, als je op de persoon gaat kijken, dus bijvoorbeeld met gedragsproblematiek of ik noem maar wat, ondervoeding of bepaalde lichamelijke problematiek wat mensen hebben, daar volgen we echt cursussen voor om bij te blijven. Van goh, we kunnen de mensen die tips geven, we kunnen ze daarmee helpen met bepaalde gedragsproblematiek of met agressie of omgaan met afstand en nabijheid van een zorgverlener is heel belangrijk. Daar volgen we dan echt een cursus voor om daar bij te blijven. Ja. Danielle, nu is mij bekend uit de hoofden van het gegeven dus dat ik me bezighoud met de oudere verzorging in zijn algemeenheid. Ja. Ik heb voor mijzelf sterk de indruk dus dat met name de eenzaamheid een heel belangrijk aspect is, ja, bij de ouderen. Spelen jullie daar op een of andere manier mee in? Ja, ik moet zeggen, de mensen die zich tot nu toe bij ons aanmelden, die geven allemaal aan, we hebben niemand. We hebben geen kinderen, ja, of we hebben kinderen die wonen ver weg. We hebben geen mantelzorgnetwerk. En wat we eigenlijk proberen is iemand over de drempel heen tillen om naar een dagbesteding, ja, te gaan. Ja. Ja. Om zich in een groep te mengen met mensen en om in contact te treden. Dus gewoon om openlijk over de thuissituatie te praten. En doordat iemand zich gewend raakt, komt hij natuurlijk steeds vaker en kunnen we ook steeds meer voor die persoon ook in de thuissituatie betekenen. Want je merkt gewoon dat mensen niet direct zeggen, ja, maar ik heb dit niet en ik heb dat niet. Ja. Dat moet echt, ja, dat moet je heel met een vertrouwensband, moet je dat opbouwen. Ja, ik proef zelfs uit de gesprekken die ik dan met ouderen heb, ja, hè, dus dat dit een aspect is, maar dat het ook van de ouderen zelf moet uitkomen. Ja. Want je zult zelf de eerste stap, ja, moeten zetten. Ja, dat is ook zo. Zeg, hoe is jullie relatie met betrekking dus tot de gemeentelijke overheden en met huisartsenposten? Ja, wij zijn natuurlijk pas vanaf 1 januari gestart. Mm-hmm.
Wat wij hebben gedaan is, we hebben alle case managers een bericht gestuurd dat wij Civitas gaan openen, waar we zitten, wat we kunnen betekenen voor de mens. We hebben dat ook bij alle huisartsen gedaan, alle fysiotherapeuten bij ons in de regio, ook de gemeentes hebben we aangeschreven van wij zijn Civitas, we gaan dit en dit voor de mensen betekenen met deze visie en deze missie. En zo op die manier proberen we door de zichtbaarheid, ja, dat ze met ons willen samenwerken. Mm-hmm. En bij de ene gemeente gaat het makkelijker als met de andere. Dat heeft natuurlijk ook met beleidszaken te maken. Maar op dit moment gaat het aardig goed. Nadine, is er bij jullie, binnen jullie organisatie, want ik neem niet aan dus dat jullie al die werkzaamheden alleen doen met z'n tweeën. Hè, daar is er nog behoefte aan ondersteuning in, middels dus vrijwilligers die zich mogelijk bij, jou, bij jullie zouden kunnen aanmelden. Ja, wij hebben het begin gezegd, we starten het alleen op om ook gewoon ja, te kijken van hoe gaat het allemaal, de taakverdeling. Dat gaat eigenlijk bij ons vanzelf, moet ik zeggen. Iedereen, ja, Danielle ziet het werk liggen, ik ook. En iedereen vult het eigenlijk vanzelf in. Nu begint de groep wat groter te worden en hebben we ook wel ja, een beetje hulp nodig. Een beetje zeg maar. Ondersteuning. Ondersteuning nodig. Zoals het ondersteunen met het koken, zodat Danielle mij weer kan ondersteunen bij de gymnastiek. Of zich kan terugtrekken met een klein groepje die niet wil koken of gymmen. Het vervoer, wij halen natuurlijk de mensen zelf op en brengen we naar huis. Maar onze auto's, als die vol raken, dan vallen wij terug op een vrijwilliger die mee rijdt. Dit doen we op dit moment in de familiekring. Mm-hmm. Maar ja, we zoeken wel, we zijn wel op zoek naar vrijwilligers. Ja, ja. Ja. En die kunnen zich dus aanmelden bij jullie organisatie. Ja. Hè? Die Goed. Kunnen zich aanmelden via Facebook. Die kunnen zich aanmelden via een flyer of ja, via de website. Dat is allemaal geen probleem. Nadine en Danielle, ik wens jullie veel succes met deze jonge onderneming. Ik vind het een zeer gedurfde aanpak, maar ik heb er stellig vertrouwen in. De manier waarop jullie de zaak, laat ik het onsympathieke woordje, verkoop, hoe jullie de zaak verkopen. Ja, ik ben ervan overtuigd dus dat het tot een succes zal leiden. Dames en heren, dit was het. Tot de volgende keer. Dank u wel voor de aandacht.